Terwijl bijna heel Nederland zomervakantie heeft, werken de bouwvakkers die bezig zijn met het nieuwe Gerrit Rietveld College in Utrecht gewoon door. Loodzware arbeid is het met temperaturen ruim boven de 40 graden. Justus' hoofdtaak is rondes maken om zijn mannen in de gaten te houden. Jij zat in je blote bast, ingesmeerd. Want werken op het dak is loodzwaar en met dit weer risicovol. Ja, dit is een plek waar je geen beschutting hebt, waar je vol in de zon staat. Dan heb je hier gelukkig nog wel een beetje het windje, want je staat hier niet tussen de wanden in. Maar dit is toch echt wel een plek waar we elkaar goed in de gaten moeten houden, waar ze ook echt veel water moeten drinken. En als ze even weg willen, ja, dan is het geen probleem, maar hier is het echt afzien. De werklieden wisselen elkaar af op de bouwplaats, zodat ze ook regelmatig in de schaduw bij kunnen komen. Vanwege de reflectie van het gebouw krijgen de bouwvakkers, als ze dat willen, onder andere zonnebrillen. We geven zonnebrandmelk, zodat ze erin kunnen smeren als nodig is. En we geven ze ook gewoon extra pauzes. En dat als het nodig is, dan kunnen ze gewoon nog even wat extra gaan drinken. Even in de keet zitten, even uit de zon. Het is niet zo dat de zweep er nu volledig overheen gaat. Met de hoge temperaturen is het ook zaak het gebouw goed in de gaten te houden. Vandaar dat de vers gestorte vloeren ook water krijgen. Om scheurvorming te voorkomen, dekken wij ze de dag na het storten dekken we ze af met een speciale curingfolie. Er zit een soort folie onderin en die spuiten we gewoon goed nat. Dat die vloer niet al meteen al zijn vocht kwijtraakt, maar dat het vocht gewoon in de vloer blijft. En zodanig kunnen we dan de kwaliteit garanderen. De rondes en drinkorders van Justus werken in ieder geval. Tot nu toe zijn er nog geen bouwvakkers omgevallen door de hitte. Ik heb hier eentje die is verbrand. Maar die heb gisteren te lang in zijn tuin gelegen. Dus dat lag niet aan het werk.